Zo, goedemiddag weer allemaal. Hopelijk heeft iedereen lekker gegeten en voldoende gegeten. Want de volgende twee heren wil je niet op een lege maag krijgen. Het zijn de regisseurs van de dag. Dames en heren, jullie applaus voor Gilles Collier en Dries Vos. Welkom heren. Jullie hebben matching outfits aan. Ja, dus ik wil een eerste tip geven voor toekomstige regisseurs. Je moet je altijd kleden als een regisseur. Dus wat is dat? Meestal is dat een rolkraag dat je moet aandoen. In Gilles' geval in het zwart helemaal. Dat is om wat dingen te bedekken ook. Dus dat is de tweede tip. Je moet genoeg eten. Ja, voilà. Voilà, dat was het. Zijn er nog vragen? We hebben er geen slide van. Oké, okay, ja, tot daar. Jij moet op uw eerste slide. Ja, jullie hebben iets meegebracht, denk ik, om naar te kijken. Regie, dat is jullie taak, denk ik. Of toch ongeveer? Ja. Jullie zijn met twee. Waren jullie daar blij mee? Ik denk dat daar eigenlijk heel weinig discussie over was. Het was heel duidelijk, we gaan niet vooral... Er zijn heel veel dingen dat vandaag al verteld geweest zijn, dat we soms een beetje rap over gaan gaan. Ja. Ik was geen voorstander van die slide, ik kan het wel zeggen. Ik heb wel. Dus wij zijn gevraagd werd door Michiel en Hilde. En dat was heel duidelijk dat daar eigenlijk heel weinig discussie over ging bestaan. Ik ga vanuit mezelf zeggen, en ik denk dat Dries daar ook als regisseur over kan spreken, is dat ik denk dat het altijd goed is om als regisseur een volledige blok te draaien, een volledige reeks te draaien. Ik denk dat je dan over alles kunt waken. Dat kan ook anders, maar dat heeft heel veel meer voorbereiding nodig. Om ervoor te zorgen dat die meningen afgestemd zijn op elkaar. En ik denk dat we bij de dag de chance hebben gehad dat we in preproductie, dat we een heel lange preproductie, is net al ook al even aangehaald, dat we een heel lange preproductie hebben gehad. En dat er eigenlijk voor gezorgd heeft dat twee regisseurs die toch van vrij diverse achtergronden komen, dat wij er eigenlijk in geslaagd zijn om wel een soort van eenheid in dat geheel te krijgen. Ja, het was ook wel heel belangrijk. Allee, ik weet nog goed dat wij... Ik denk, Gilles had... Je had juist Bevergem gemaakt? Of nee, dat moest nog uitgezonden worden. Dat was nog niet uit zelf, hè? En ik had Biker Boys gemaakt enzovoort. Dus allee, ik bedoel, de twee reeksen naast elkaar leggen is inderdaad gevoeld. Dat komt vanuit twee verschillende werelden. Maar dat we toch... En het gevaar bestond erin ook wel dat we dus onze eigen stem wat doordrukken. En dat had iets heel vreemds opgeleverd, denk ik. In het eindresultaat, maar ik merkte wel meteen de eerste ontmoeting dat we hadden. Ik weet nog goed, dat was in Gent, zijn we gaan eten. En dan voelde ik toch, alleszins, ik hoop dat dat bij jou ook was. Ik had dat niet, man. Dat dacht ik wel. Wel het gevoel van, oké, dat is een goede match. Want je weet wel, en zeker met de scriptie dat we gelezen, dat dat wel een redelijk lang parcours ging zijn en dat het een heel ambitieus project was, voor ons alle twee ook, om te doen. Dus, en vooral ik, en misschien nog iets minder als Gilles, had niks, nog geen drama gemaakt, net zoals Jonas en Julie. Ik was meer actief in de comedy. Dus dat zijn heel wat gevaren die er waren, waarvan het eigenlijk onwaarschijnlijk is, zoals Michiel en Hilde dat straks al aanhaalden, van waarom... Waarom? Maakt het jezelf nog moeilijker. Maar het probleem is dat je kunt dat ook niet op een eerste gesprek baseren. We hebben een gesprek gehad en dan na dat gesprek was de conclusie ook zo, we gaan het ook gewoon niet weten totdat we het doen. En dan is het vaak te laat, als je het dan toen zet. Dus het moest wel goed gaan. En daarvoor hebben we eigenlijk echt in die preproductie voor gezorgd dat we echt wel die meningen en die smaken gelijkgesteld hebben. En zo weinig mogelijk compromissen proberen te maken. Voor er echt voor te zorgen dat we wel... Ja. Want we zijn er eigenlijk bijgekomen, dus eind 2014, als de scenariofase al bezig was, denk ik. Ja. Waarvan dat wij, denk ik, simultaan de scripts, of de eerste twee scripts, toegestuurd kregen. En dat wij alle twee, enfin, ik althans zeker zoiets had van, holy shit, wat is dit? Dit is echt wel en ambitieus en super clever in elkaar gestoken. En heel het gegeven van die perspectiefwissel creëerde voor ons als regisseur ook gewoon een hele opportuniteit om iets anders te doen. Dat is toch altijd wat je als regisseur een klein beetje naar zoekt, denk ik. Ja, maar we hadden dus enkel maar deze twee scenario's gelezen. En dan was er een soort van gigantisch whiteboard dat jullie al gezien hebben in Jonas en Julie hun chalet.
En die trouwens nota bene, Jonas heeft dat niet verteld, hij deed die ook op slot. Dus er hing een gigantisch slot op. Ik ga het even aanraden, want ik heb zo'n pointer. Gewoon cool voor mij om te doen. Dus hier zie je dus het whiteboard. En dus dat kon zo dicht. En dan konden ze dat hier op slot doen, zodat andere mensen niks konden zien. Had je die pointer ook bij op de set? Of? Ja, ik heb die altijd bij gewoon. Ook gewoon in het dagelijkse leven. Vrij pedant, maar... Ja, dat is echt pedant. Ja, dat is waar. Dus voilà, wij hadden toen al gehoord van oké, het is een ambitieus project, we voelden dat ook aan. Er is wel in die eerste gesprekken, ik weet nog hoe goed Michiel zei, we zijn bezig met twee fixe projecten. Het ene is, dat ik nu niet bij naam ga noemen, een project waar we mee bezig zijn. En het andere is een heel ambitieus project, waar we toch een keer over wilden spreken. Dus ja, voor mij was dat eerste project al gedaan. Dus je voelde wel dat de ambitie er direct al, zowel scenarioel als productioneel, vanaf droop. En... ik weet dat we toen ook in eerste gesprek en direct toen we het lazen zeiden van oké, hier mogen we niet aan in tijd inboeten. We moeten hier gewoon echt volledig voor kunnen gaan en volledig ons ding kunnen doen. We gaan er later zo'n even op terugkomen, omdat dat wel een belangrijk ding is. Dat we van het begin gezegd dan van oké, tijd gaan we niet aan inboeten. Ja. Dus daarom ook, doordat er veel tijd nodig was om alles in detail te doen, hadden we op voorhand wel bepaald van oké, als we dat willen draaien en door die planning ook op te stellen, komen we dus ongeveer dus op eerst dus een begroting van 200 en zoveel draaidagen, maar dan gedownsized naar het realistisch. En 144 draaidagen is echt veel voor één regisseur, ook om te dragen en om te doen. En, hoeveel was Biker Boys bijvoorbeeld? Ah, dat weet ik niet. 3? Zo leek het wel. Dat weet ik niet. Maar ja, goed, maar dat was ook niet echt zo'n dat was ook niet echt zo'n een fictiereeks. Dat ook iets helemaal anders of zo. Een heel ander traject of een heel ander proces. Maar de meeste draaidagen, dat heb je 8-9 of zo per aflevering hier in Vlaanderen. Dat is al redelijk oké. Maar dus, en als je dan 10 afleveringen hebt, dat is nog te doen. Dan heb je zo 80 draaidagen. Dat is zo. Want dat is heel zwaar en heel stressvol. En fysiek ook heel zwaar. Dat is echt een marathon dat je loopt. Dus dat is gewoon fysiek gewoon, bijna niet te doen. Ik denk dat het eigenlijk echt als regisseur afgeraden is. Anders mensen gaan mij tegenspringen. Maar ik denk dat wij uiteindelijk op 164 zijn afgeklokt. Ja. Even kijken, denk ik wel. Heel, zoiets. Ja. Ik zat er over de 100. En bij mij is die grens van 100 echt... Gilles werd agressief op het einde. Maar echt, hè? Ja, ik heel kwaad. En wie werd daar slachtoffer van? Ja, de acteurs natuurlijk. Dat zijn de eerste, hè, die vallen. En de showrunners. Maar dus, dat was omdat het zo groot was en zo om het behapbaar te maken. Plus dat er ook... seizoenen. Zeg maar, Gilles. Nee, het weer, alles speelde hem op één dag af. Wat dat heel concreet ervoor zorgt, dat je moet zorgen dat het vegetatiegewijs klopt. En dat lijkt evident, maar dat is het dus niet. Dus we hebben uiteindelijk beslist om de reeks in de winter te draaien. We gaan er alsjeblieft ook nog op terugkomen voor de look en feel van de reeks. We willen een heel, toch een grauwe reeks maken die heel koud aanvoelde. En lichtgewijs zit je dan gewoon, elke DOP gaat dat bevestigen, in de winter gewoon het beste. We hadden dan ook dat timeframe waar je als één regisseur echt over verschillende seizoenen zou gaan en met twee regisseurs gewoon los. Met twee ploegen tegelijk, want dat was het wel. Met twee ploegen tegelijk eigenlijk kunt gaan draaien tijdens dezelfde periode. En zo ervoor zorgen dat de vegetatie dezelfde bleef. Er was ook een vrij duidelijke rolverdeling ongeveer. Jij deed de binnenscènes, Dries, Gilles deed de buitenscènes. Hoe hebben jullie dat bepaald? Was dat een voorkeur of hebben jullie een strootje trek gedaan of zo? In mijn fantasie was dat toch ergens een beetje strootje trek, maar misschien hadden jullie dat, zonder dat ik dat wist, bepaald. Dus ik had met Jonas afgesproken op café en ik zei, hoe gaan we dat aanpakken, dat wij twee samen op set gaan staan? Eigenlijk is dat heel organisch gegroeid. Ja. Sowieso, Jonas schreef de buitenaflevering, Julie die binnen. En ik heb wel altijd een soort van fascinatie gehad voor de scènes buiten, maar ik vond de stijl dat we gingen dan in over heel de reeks trekken, die coolheid... Dat sowieso daar wel het meest aanwezig ging zijn. Sowieso spelgewijs, jij moet dat aanvullen, denk ik dat binnen ook dat we iets extremer konden gaan. We hebben buiten heel hard tegengehouden, binnen konden echt wel, dat zijn echt vrij heftige emoties. En ik denk dat dan... ik ben emotioneel ook extremer.
van ons twee. En dus dat zorgde ervoor dat die verdeling dat wel klopte. En we hebben ook, net zoals Jonas en Julie, wel nagedacht over misschien is het interessant toch om episode 1 en 2 samen te doen. En dan 3 en 4 iemand anders en 5 en 6 weer de eerste. En dus, maar we kwamen er dan toch altijd op uit dat ook het verschil in perspectief een meerwaarde was in de regie of zo. Omdat je dan ook wel misschien iets afgeleinder je stempel kon drukken met een aantal acteurs. En ja, voilà, dat zorgde ervoor, aangezien dat wij toch echt aparte ploegen, aparte acteurs die elkaar amper of bijna niet tegenkwamen, toch zeker niet in de eerste 8 en daarna wel. Maar dus dat zorgde ervoor dat, ja, dat perspectiefverschil er wel voor zorgde dat we daar een beetje het verschil in konden maken. Je kon makkelijker een emotionele boog maken ook, omdat je bij je personages bleef. Ja. En op dat vlak, het enige wat dan echt een nadeel was, zijn de dag was een reeks die geschreven is met overlappingen. We hebben die overlapping echt wel ten gronde genomen en echt zo goed mogelijk proberen te doen. Maar je kunt niet verwachten aan een regisseur die ene scène draait, dat dan de andere ploeg even komt overpakken en die scène gaan. Dus op dat vlak hadden wij wel afspraken en zo zijn er heel veel blokken binnen de aflevering die toch nog door Dries of mij in zijn of mijn aflevering gedraaid geweest zijn. Maar de overlappingen zelf, die bleven eigenlijk bij één bepaalde regisseur. Ja. En dan zijn we eigenlijk, dus met heel die voorbereiding en ook dus een beetje in dat pre-productieproces wel elkaar toch redelijk snel gevonden hadden met ons vier. Al ook beginnen zoeken naar locaties, dat lijkt misschien al redelijk vroeg in heel dat proces, maar dat was ook gewoon wel fijn, denk ik, voor de schrijvers, omdat die locaties al te kennen. Wij moesten ook echt op zoek gaan naar hele specifieke locaties, waarvan dat we eigenlijk de moeilijkste zoektocht hebben gehad met de zoektocht naar het onmogelijke plein. Jij bent de hele tijd aan het opbouwen naar een soort van... Ja, maar ik ben goed bezig, want ik zie het hier ook staan. Hè. Jonas en Julie hadden een soort van heel duidelijke zoektochtpitch uitgeschreven naar wat we nodig hadden op het plein. Dat waren heel veel elementen. Eén element die daar van belang was natuurlijk het inhoudelijke. Alles moest kloppen. Maar al heel snel werd duidelijk wat we waren op dat moment eigenlijk ook... We springen een beetje in de tijd. We waren toen al met de DOP's ook aan het praten. We hadden een stijl in ons hoofd. En eigenlijk alle pleinen die we uitkwamen, dat je hier op papier of die dia ziet, ja, die waren vormelijk ook gewoon echt niet interessant voor ons. Wij wilden voor een soort van brutalistische stijl gaan. Een plein die goed was. Dus we hebben eigenlijk... ik denk dat Woestijnvis dan... of iemand bij Woestijnvis al die pleinen in kaart heeft gebracht. We zijn heel veel pleinen gaan bezoeken en hebben eigenlijk tot de conclusie gekomen dat we het niet hadden. Dat er gewoon geen goed genoeg plein was. Ja, en misschien goed weten is dat Jonas en Julie, volgens mij, maar kan mis zijn, zich bij het schrijven hebben gebaseerd op het plein van Maldegem. Dat is dit plein hier, als ik me niet vergis. Je point hier, joh. Dat is toch goed? En dus dat was eigenlijk, dat was de inspiratie van niet stijlgewijs of zo, maar wel van oké, zo zit dat in elkaar, omdat het ook een soort van typisch plein was, maar daar stonden dan bushokjes. Het is gewoon echt een heel lelijk plein ook. Het geeft toch een ander gevoel dan pleinen. Absoluut. Ja, maar gewoon om te weten van oké, dat soort dingen hebben we nodig, namelijk die appartementsblokken daar in de buurt enzovoort. Dus daar is zeer, zeer, zeer lang naar gezocht geweest, tot echt bijna op het frustrerende af, tot als Gilles. Maar je mocht vooral niet vergeten dat plein was ook, ja, als je met horeca zit, als je met veel horecazaken, met winkels... Afsluiten. Sorry, maar wij moesten daar, ik weet niet hoeveel dagen, ik denk dat we daar meer of 60, 70 dagen misschien gedraaid hebben. Ja. Misschien is zoveel niet, maar het gaat wel zoiets geweest zijn. Dus je kunt dat gewoon niet. En op een bepaald moment zijn we eigenlijk naar het zand in Brugge aan het kijken, omdat dat stilistisch wel nog neutraal was. En er is een klein pleintje naast die het Brugplein heet, waar ik eigenlijk naar Beursplein, excuseer. Waar dat ik eigenlijk, als ik van school kwam, ging mijn boterhammen. Dus ik passeerde daar met de fiets. En dan waren we dan aan het Google Maps. En dan hadden wij plots echt allemaal een heel goed gevoel. Plus het grote voordeel was dat er een postkantoor, waar dat uiteindelijk de Fidesbank gekomen is, leeg stond. En aan de overkant, aan deze kant van het plein, was het oude politiekantoor dat echt een soort van brutalistische stijl was, die voor ons echt heel hard klopte. Vrij neutraal plein, wel tot de grote frustratie van Brugge, die natuurlijk zei, ah, Brugge, dat zou wat, dan ga je ons Belfort in het concertgebouw in beeld brengen. En dat was ook heel duidelijk van, we gaan dat niet doen. Dat is in met Hilde en Michiel een heel duidelijk gesprek geweest met de burgemeester ook, van kijk, we gaan een soort van
We gaan daar niet op ingaan, maar dit is wel goed voor Brugge en dit is wel goed voor... In de serie wordt het denk ik ook niet vermeld dat het Brugge is, denk ik. Of toch niet uitgespeeld? Nee, denk het niet. En ik weet nog wel ook heel goed dat Gilles zegt, moet je naar dat plein gaan kijken, dat Jonas, Jolie en ik naar dat plein zijn geweest, dat we toen gefacetimed hebben en direct zagen van, dit is het plein dat wij nodig hebben. Mits, natuurlijk, en dat is natuurlijk een heel proces, omdat wij ook al wat vroeger in het proces zaten, voor de scenaristen heel wat aanpassingen nodig hadden, want dat was niet echt helemaal zoals het geschreven stond. En dus moesten een aantal dingen aangepast worden in het script, maar dat is redelijk vlekkeloos verlopen. Plus het gaf ook het voordeel, puur praktisch, want hier is eigenlijk de... Het plan van het... Ik ga even de pointer gebruiken, dank u Dries. Of wat duw ik? Ah ja, voilà. Dit is het gebouw van het politiegebouw en dit is dan de Fidesz-bank. Wat er in het echt ook gebeurt bij gijzeling is dat ze gaan schotten zetten. Eigenlijk voor te zorgen dat zowel de pers als dat de politie vrij kan rondlopen, dat dat niet gezien wordt, maar dat de pers ook niet via kanten kan aan de bank geraken. Dus dat klopt ook gewoon praktisch. Maar dat zorgt er ook voor, als we bijvoorbeeld in het dienstcentrum aan het ruimen zijn, dat wij met de regieassistent, hadden we dan het idee gehad om P1, P2, P3, P4 te maken, zodat we wisten ook, oké, deze zones moeten afgezet worden. Doordat als wij een dienstcentrum draaiden, dat het verkeer dat kwam, gewoon, die kon gewoon rondrijden, die kon gewoon weg. Als wij hier aan het ruien waren, dan werd het verkeer omgeleid. Zo, en dan konden ze... Dus en dat zijn van die praktische, dwaze dingen die er ook wel echt bij komen en die het superbelangrijk maken, anders kun je gewoon ook niet draaien. Hoe stond die P eigenlijk? P? Voor plein. Oké. Super. Dat is ook misschien interessant voor de mensen. Ja. Dus het is bijna een mirakel dat jullie dit plein hebben gevonden. Dat is echt, een mirakel. Ja, absoluut. En het gaf ook ons toegang tot de plekken waar de Oscars zaten, de observanten. Ik heb trouwens ergens gelezen in een soort van recensie dat ze zeiden, het is wel grappig dat iedereen Oscar heet. Is ook gewoon zo, die zijn observanten, dus Oscars. Oscar, Snoopy. En dan hadden we nog het appartement van Gustave Leonie, die er ook moest op zijn, want het zwembad die nodig was, de elektriciteitscabine. Voilà. Dus dat was een beetje de situatie. En misschien in detail, maar de naam Fidesz-bank... Van waar komt die eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk, maar dat is vooral iets voor de Jonas en Julie om te vertellen. Maar dat is eigenlijk, als ik me niet vergis, een bank dat werd gebruikt in de aflevering van Basta. Hè? Van Basta, ja. Ja, die werd opgericht om toen bankwezen aan te kaarten. En voilà. Dus dat bestond al. Nog één iets belangrijk aan dit plein, wat dat niet onbelangrijk is. Er stond een gigantische beurshal, die is ondertussen afgebroken. Dat is ook onze uitvalbasis als ploeg geworden. Dus die stond vol met de cateringtenten, stonden daar, alle wagens. Auto's. Ook heel simpel, die wagens, mensen vergeten dat vaak. Het is niet omdat je een wagen op een plein zet, die moet gewoon... Die scènes draaien niemand naar elkaar, dus we hadden een soort van wagenplan gemaakt ook. Dat de wagens die gezet werden, dat waren dan wrakken die werden gezet, dat die ook gewoon 5 maanden later, als wij terugkwamen op shoot, dat die op exact dezelfde plek stonden. Want daar hadden we dan wel onze showrunners op zetten, die over dat soort details ook wel waakten. Die zeiden, oké, alles moet gewoon echt wel kloppen. En dan hadden we eigenlijk dus dat plein gevonden, moesten we op zoek gaan van hoe gaan we dat doen met die bank, want wat hier die bank is, dat was toen een postkantoor dat wij hebben omgebouwd, wat op een miraculeuze wijze stond dat ook nog vrij. Dat was net eigenlijk te huur of te koop, of ik weet niet juist. En dan gekocht. Ja, we hebben dat dan gekocht, dus de bank van de post is nu van Woestijnvis. Maar dat was natuurlijk ook, we moesten heel veel scènes in de bank draaien en dus dat was niet voldoende, wel als exterieur. En als je binnenstapt om dan zo de bankautomaat en de loketten te hebben, maar dan daarnaast hadden we nog andere locaties nodig. En dat is, dus dit hadden we eigenlijk nodig voor het verhaal. Dit zou een Kabouter Wesley strip kunnen zijn. Ja, ik wou het juist zeggen. Dus dat is dat kantoor dat je dan binnenkomt van hier was dat een bankautomaat, dus dat klopte dus wel in de bank en de archiefruimte die dan later met die toiletten enzovoort, dat moest ook allemaal kloppen, maar dat is dan weer een andere locatie. Want dat is in studio gedraaid, hè? Daar zit je eigenlijk naartoe aan het werken. Dus dat is eigenlijk wat ik wil zeggen, is Brugge is de exterieur en de loketten en dan hebben we eigenlijk in Wommelgem hebben wij de gelijkvloers en de kelder gedaan. Je ziet ook dat de hele reeks gefilmd is op een iPhone. Dat kan ik even zeggen. Gewoon, het geld was op. En het was ook wel een zaak om die twee een beetje stijlgewijs aan elkaar te koppelen. En dat was een beetje de taak van natuurlijk production designer, om die dat overkoepelend eigenlijk voor onze twee sets werkte. Om dat soort dingen in het oog te houden.
dat dat een beetje klopt. Hè. Dat dat stylistisch, ja, inderdaad. Ja. En dat was eigenlijk, ja, voilà, dus dat was wel even, want in sommige scènes stappen ze dan binnen in de bank en gaan ze door die sas en dan komen ze om de hoek en dan zitten plots weer in Wommelgem. Dus dan moesten we gewoon heel goed in het oog houden dat dat allemaal klopte, raccordgewijs allemaal klopte, want dat was natuurlijk een week later dat we dat gefilmd hebben. Het grote voordeel was natuurlijk wel dat al de personages bijna doorheen de reeks allemaal dezelfde kostuums aanhielden, dus kon heel makkelijk... Ja. Ja. Ja, maar dus wat, het plein was belangrijk, daarna op de bank en... het waterzuiveringsstation, die dan ook nog een keer moest doorgaan als de bank, is dan beslist om... Hebben we dan het waterzuiveringsstation in Malleghem gevonden, die visueel van buiten heel aantrekkelijk was, maar interieur eigenlijk compleet onbruikbaar. En is dat dan eigenlijk dan ook weer gebouwd? Dus vooral Dries heeft daar gedraaid. In studio. Ja, we hebben sommige stukken wel gedraaid daar, omdat we wilden werken met een hoogteverschil. En dat je voelt, en dat is heel moeilijk, dat kan ook maar in de studio na te bouwen, omdat je dan echt dat moet bouwen, dat hoogteverschil. En dus sommige delen hebben we wel gefilmd in Malleghem, maar de meeste delen hebben we gefilmd in de studio. In Studio Manhattan in Leuven was dat, waar nou we eigenlijk dat helemaal hebben nagebouwd tot plafond toe en alles... gebouwd echt specifiek op het scenario, omdat er verschillende ruimtes nodig waren. En dan moet je dus een interieur creëren dat zowel een waterzuiveringsstation kan zijn als een bank. Zo is het. Dus ja, en dat was echt scenario, was dat ook een moeilijke, want er zit bijvoorbeeld één heel grote fout in de reeks, die geen fout is. Op het moment dat het water wordt afgesloten en de elektriciteit wordt afgesloten, voor de oplettende kijker blijft het licht aan in het waterzuiveringsstation. Heel kort daarna komt er natuurlijk wat te weten dat die daar zitten. Maar dan kan je het eigenlijk al weten. Dan zou je het eigenlijk al kunnen weten. En dat is iets waar we in de scenariofase wel een paar keer mee gestruggeld hebben. En dan is het uiteindelijk gewoon het ding van, ja, kijk, laat ons gewoon doen. En dan is het voor de oplettende kijker, komt het toch 5 minuten later te weten dat het een andere plek is. Want ik weet nog wel dat als we daar gedraaid hebben, dat was de eerste draaiperiode van mij, dat waren een maand of een maand en een half. Dat is echt om rete depressief van te worden in die studio. Ook heel kleine ruimte. We wouden dat heel klein houden, omdat dat iets claustrofobisch in zich heeft. En dus ook in lenskeuze, maar ook in decorsetting enzovoort, om dat heel klein te houden. Maar dat wordt altijd heel intens om te draaien. Dan worden heel snel... ik heb dat cranky of zo. Ja, dus Dries zaagt nu over het feit dat hij begonnen is in een kleine ruimte. Je ziet allemaal die ruimte. Ik ben daarentegen begonnen in een bus. Van 2 op 3 meter of zoiets. Ja. Nee, het is gewaar. We zijn wel begonnen in die bus. En dat was dus ook een locatie die in de studio gedraaid is. Bijna alles van de bus is in studio gedraaid. Behalve, en daar gaan we straks op terugkomen, door een paar leuke ingrepen in het begin van de reeks ervoor gezorgd dat we eigenlijk het publiek meteen het gevoel gaven, oké, je kunt in die bus, je gaat weer buiten. En dat werd heel bewust gedaan met de camera even binnen-buiten, dat het publiek door had van oké, zo zit het in elkaar. Maar eigenlijk de rest is volledig... in de bus gedraaid, met een heel leuk... dat gaan we nu nog niet zeggen. Dat gaan we straks zeggen. Voilà, dat is eigenlijk de grote locaties. Laatste locatie die ook heel belangrijk was Villa Rolf, waar wij echt stilistisch een heel goed beeld over hadden. Ik wilde naar een soort van deze architectuur gaan. Ik weet dat scenarioel echt een soort van landhuis was in het midden van een plein. Jonas en Julie waren niet meteen mee met de locatie zelf, omdat er scenarioel veel moest gebeuren. Zij wilden ook echt dat er veel plek rond was en veel dingen. Dus dat is een beetje een getouwtrek geweest, maar uiteindelijk toch uitgekozen bij deze locatie. Wij hebben toegeving gedaan, scenarioel zijn de toegeving gedaan. En ik denk dat wij... ik ben echt super content ook met de look en de feel. Want dit huis bijvoorbeeld is heel veel glas, dus kan je gemakkelijk binnenkijken. Wat natuurlijk dat zijn er zo lattenstoors... Ik weet niet of je dat zegt in het Nederlands. Lattenstoorsgang. Lattenstoors, rolluiken. Voilà. Ja, voilà. Dit is geen rolluiken. Nee, voilà. Ze van die... Jaloezieën of zo? Jaloezieën. Ja. Latte stores. Wij moesten ook een garage bouwen, dus een garage bijgebouwd. Ook een heel leuk detail is dat tijdens de car crash dat we daar gefilmd hebben, onze carhandler gekeken of er iets met de auto kapot was. Dat was niet zo. En die is beginnen rijden en toch was er iets kapot, lekte olie, dus heel de oprit van de... Van de woning is kapot. Als je ooit de vraag krijgt van een filmploeg voor in je huis te draaien, zeg alsjeblieft nee. Meest waardevol. Maar dat is allemaal goed opgelost. Het zijn allemaal tips dat we geven. Allee, je doet ermee wat je wil. Dus voilà, dan hadden we dat. En dan zijn we eigenlijk beginnen casten. Hè? Precies. Ja, dat was eigenlijk een proces wat dat altijd anders is voor elk project natuurlijk. Maar waar wij de keuze hebben gemaakt om dat dus niet via een castingbureau te laten doen.
Maar eigenlijk dat probeer zoveel mogelijk zelf te doen. Een beetje onder de lead van Michiel, die heel veel mensen kent vanuit het theater. En mensen die dat wij kennen en acteurs waar we wel mee gewerkt hebben. En die ook weer mensen kennen. Dus dat was een heel lang proces, maar een heel interessant proces. We zijn daar echt wel begonnen vanuit Freya en Vos. Wij wisten natuurlijk wie dat Freya was, want we hadden de scenario's gelezen. Dus we wisten dat Vos en Freya aan het einde van de reeks zodanig belangrijk gingen worden dat wij beslissen hebben van daaruit te gaan casten. En zijn eigenlijk na heel veel gesprekken en heel veel dingen bij Sophie de Claire, die toch geen superbekende actrice was, wel in theater, en bij Maaike Neuville uitgekomen. En waarom die keuze voor Sophie de Claire? Want zoals je zegt, bij een groter publiek is zij misschien net iets minder bekend. Ik denk dat er heel veel charisma mee te maken dat zij speelde, vrij klein. Had wel een beetje vaak de theater dingen dat we eruit moesten duwen. Maar zij was vooral heel authentiek. En wij zochten sowieso naar een Vos met een beetje een hoek af. De Killing is een aantal keer vermeld en dat mag geen inspiratie blijven. Maar het hoofdpersonage van Sarah Lund is wel... Op een zekere zin wel een beetje een inspiratie geweest, omdat je toch met een hoofdpersonage zit die een beetje apart is. En de naam Vos, dat is een hommage aan jou? Wel, dat is een grappig verhaal, want ik had de eerste scripts gekregen en daar stond heel een tijd Vos in. En ik dacht, dat kan toch niet? Dat is gewoon, want vaak als je scripts krijgt, staat er een soort van watermerk op. Zodanig als die scripts uitlekken, dat ze weten van waar dat komt. En ik dacht, dat is heel slim van Jonas en Julie, om dat watermerk gewoon als personage te gebruiken. Maar het was dus echt wel de naam. Ja. Ja. Maar voilà, en dan eigenlijk zijn we dan, die twee kennende, zijn we dan verder beginnen casten en beginnen zoeken. En dan hebben we heel veel castings gedaan. En soms gecast en soms ook wel wetende van oké, die willen we voor de rol. Wat ik ook wel belangrijk vind aan die casting is, een casting is... Toch de manier waarop dat wij werken, is geen een test. Dat is echt gewoon, dat is niet testen of een acteur goed kan spelen. Wij wisten dat de acteurs bij ons aan tafel kwamen, die konden allemaal spelen. Dat staat buiten kijf. Wij zochten naar combinaties die interessant waren. Niet iedereen kan de moeder van Maaike Neuville spelen. Niet iedereen kan de vrouw van... Dus wij zaten met heel veel combinaties. En het is die combinaties die het net zo fijn waren om samen met Julia Jonas, Dries en mezelf en dan Michiel en Hilde, voor dat te echt te gaan uittesten van wat werkt het beste. We hebben ook een filmpje mee hoe dat zo'n casting eruit zag en wat dat het uiteindelijke resultaat geworden is. En daar gaan we nu even naar kijken. En Niels die er onderdoor ging? Niks van. Je ging ons godverdomme voor je kast spannen. Is die waar? Nee. En ik en Tommy gingen het niet overleven. Net gelijk Niels die het niet overleefd is. Al die bezoekjes aan zijn celgenoot. Je hebt godverdomme meer op die in Davies en Fluit gezeten dan dat je buur bezocht hebt. Dat is niet waar. Wel waar. Wel waar. Omdat hij zich schaamde. Je hebt de broer van kant laten maken. Dat is niet waar! Niels die heeft zelfmoord gepleegd. En jij trouwens bij stilgestaan? Wat dat uw aandeel daarin is, hè, Elias? Je hebt die godverdomme laten vallen op het moment dat hem u het allerhardste nodig had. En nu probeer jij je eigen schuld voor je mijn schoenen te schuilen. Wat had het eigenlijk zo kunnen uitzenden als ik het zo zie. En dan het uiteindelijke resultaat is dan dit geworden. Het is in ons gewoon gebruikt. Wil dat vrouw van haar pa
Niels die eronder doorging. Zijn ons godverdomme van in het begin van elkaar gespeeld. Wat? Elias. Elias. Het was de bedoeling dat wij het ook niet gingen overleven. Commissaris en ik. Het is gelijk dat Niels niet overleefd heeft. Maar Niels, dat was met een broer. Hoe dat je nog maar durft om te beweren dat ik daar iets mee te maken heb. De zoekerslijst. Davy zijn naar. Maandag 20 juli, vrijdag van Landsgoed. Zaterdag 25 juli, vrijdag van Landsgoed. Zaterdag 1 augustus, vrijdag van Landsgoed. 3 augustus, vrijdag van Landsgoed. Intiem bezoek. 12 augustus, vrijdag van Landsgoed. Intiem bezoek. Het godverdomme meer op die neefjes in de lul gezeten dan dat je broer in de bak zich gaan bezoeken. Dat is niet waar. Niels, die wou niet meer dat ik hem kwam bezoeken. Die wou niet meer dat iemand hem zo zag. Daarom zijn ze in de cel genoemd, maar we gaan neuken of wat? Ik heb die... Daar is niks gebeurd. Ik wou gewoon via hem weten hoe dat met Niels ging. Dat was gewoon een manier om onder vier ogen met hem te kunnen praten. Jij hebt die en Davy gevraagd om Niels af te maken. Dat is niet waar! Dat is niet waar! Niels die heeft zelfmoord gepleegd. En heb jij wel eens afgevraagd wat uw aandeel daarin is? Jij hebt het mij buitengemaakt op het moment dat hij u het allerhardste nodig had. Het is uw schuld dat Niels er niet meer is. Ah! Hey, Elias, je hebt zot gewonnen! Grappig detail. Titus de Voogd heeft Maaike echt in haar gezicht geslagen tijdens deze scène. Die heeft 2 weken niet met zo'n lip rondgelopen. Ja. Je kunt dat ook zien in de aflevering, als je goed kijkt. Dus, wat, dus voilà, dan zijn we uiteindelijk bij de finale cast uitgekomen, zoals jullie ze kennen. En dan zijn we eigenlijk op 2 dingen gaan werken. We zijn 1, de stijl van de reeks gaan uitwerken visueel. En aan de andere kant de stijl van het spel praktisch gaan uitwerken. We hebben op 2 manieren gedaan. 1, we hebben met onze DOP's samengezeten, David Williamson en... Julie en Jonas waren sowieso met een deel referenties afgekomen. Dingen die zij interessant vonden, was ook meteen al duidelijk bij de eerste gesprekken. Zij waren heel grote fan van het Scandinoir. Een beetje de Britse reeks, een reeks zoals The Killing en Southcliffe. Een reeks die ons is aangeraden om te kijken. En als regisseur, als je een reeks wordt aangeraden om te kijken, dan kijk je ernaartoe. Dan kijk je ernaartoe, dan bekijk je en dan vorm je mening erover. We kunnen met heel veel trots zeggen dat Dries Vos het voorbeeld Southcliffe nooit bekeken heeft. Jawel, ik ben eraan begonnen, maar ja. Nee. Oké. Okay. Wat een beetje het ding was met die Scandi-reeksen, wij vonden dat interessant. Het grote probleem is dat wij een beetje op ons honger bleven zitten, puur op vlak van cinematografie. We wilden een heel realistisch beeld brengen, maar wij wilden cinematografisch ook wel met een stijl uitpakken. En wij zijn eigenlijk zo bij onze 2 DOP's uitgekomen, David Williamson en Brecht Goijvaerts. En zijn eigenlijk op basis van moodboards beginnen werken en beginnen nadenken over hoe dat we die stijl dan die reeks gingen gaan vormgeven. Zeker als je kijkt op vlak van kleuren, op vlak van texturen, op vlak van ja, zeker de onderhandelingsbus, zie je toch wel meteen al dat die referenties, die moodboards, heel hard terugkomen in het werk. Referenties van in de bank, interieurbank. We gaan er heel snel over, omdat het is een vrij lang proces geweest. Om naar die look op zoek te gaan. En dat duurt natuurlijk even, maar we gaan daar nu gewoon niet te diep op ingaan. Zo'n moodboards worden samengesteld in onderling overleg. En misschien heel even inpikken. We hadden het er straks al over dat het niet Vlaamsig voelt. Hoe doe je dat in een regie dan concreet om zoiets internationaal te doen ogen? En niet Vlaams. Wel, lieven. Ja, dat zit hem... Dat is een moeilijke... Dat zit in al... Weet je, wat ik interessant vind bijvoorbeeld aan de dag, is het feit dat... Alle departementen, dat zie je vaak op films, op reeksen, alle departementen die willen altijd heel graag tonen wat dat ze kunnen.
Die OP wil tonen dat hem zijn zotte camerabeweging kan doen. De kostumier wil dat heel goed over nagedacht is. En ik denk dat de sterkte wat mij betreft van de dag is dat al die departementen eigenlijk een stap terug hebben gezet. En ervoor gezorgd hebben dat gewoon niemand zich toonde. Ja. Dat iedereen gewoon echt goed meegegaan is in het verhaal van oké, we gaan eenheid maken in stijl. Wie dat er heel belangrijk voor geweest is onze art director Philibertin. Die overkoepelend over de twee dingen zat. Trouwens, in de meeste van de departementen waar we het nu over hebben, kostuum, decor, make-up, die waren ook echt op de alle twee sets aanwezig. En die hadden één chef die dan eigenlijk verantwoordelijk was over de twee sets. Ida eigenlijk op een ander ding, wel twee DOP's, wel twee camera-assistenten, wel twee regie-assistenten enzovoort. Maar ik denk dat als je dat dan vraagt, dat dan misschien wel, denk ik, ons antwoord erop is. Daar zit van heel groot... in van het succes van de reeks eigenlijk, want je voelt ook zelfs, tot in alle departementen, in alles was ook acteurs en alles was ondergeschikt aan het verhaal dat we willen vertellen en dat is wel een rol en dat zorgt ervoor dat je dus je moet omringen of dat je ploeg zoveel mogelijk moet omringen met geen ego's, zonder ego's. Dat is een heel belangrijke wat wij op een gegeven moment wel heel hard hebben over nagedacht in het samenstellen van die ploeg. Zowel ik kende Brecht heel goed van vorige projecten en David en Gilles kennen elkaar natuurlijk ook heel goed, dus dat zat op dat vlak al wel snors en dan dat was fijn ook dat die twee ook echt, dat was echt heel belangrijk dat die twee ook een goede match waren. En dat bleek ook zo te zijn, maar dat is weer al ook op basis van gesprekken op voorhand. Dat werd wel iets concreter door wat we net toonden, de lenstest die dan ervoor zorgen dat je een lut op je beeld zet die ervoor zorgt dat de twee camera's, de twee sets eigenlijk hetzelfde kleurenpalet hebben, dat je echt wel kon zien op set van oké, dit zal het worden en zo zal het eruit zien. En is het in het begin dan ook gewoon concreet na opnamedagen, na een aantal dagen, het materiaal samenleggen en bekijken, lijkt het genoeg op elkaar, is de eenheid bewaard? Wel, ik heb dat ook nooit gedaan. Ja? Goh, wij hebben dat wel gedaan. Ik weet, Jonas en ik hebben een keer een hele dag door wat dingen geweest, maar wat belangrijk was, we komen daar spieter op terug, we kunnen dat eigenlijk al zeggen, we hadden opzet een soort van IO Frame heet dat, Frame.io. Dat is een applicatie die ervoor zorgt dat de rushes s'avonds opgeladen worden. Zelfde voorlopige montages werden erop opgezet. Ik denk dat dit is die is, nee? Ja. Nee, toch niet. En zo kun je wel heel makkelijk meevolgen. Ik denk dat ook een heel belangrijk gegeven was om die stijl en die toon zelf te houden, was het feit dat wij iets later zijn beginnen. Dat de proef van Dries iets later is beginnen draaien. Maar we komen daar misschien straks op terug. Even om de samenstelling van de ploeg. Ook is heel belangrijk, omdat je zo lang met elkaar moet draaien en een soort van front volgt en een ploeg vormt, dat je dus ook van deze momenten krijgt. Goed dat we dat filmpje getoond hebben. Ja, zeer blij. Dus we hebben het erover. Het art department, hetzelfde verhaal. Maken dat er eenheid was. Een van de dingen dat we echt wel... We proberen natuurlijk... Je kunt uniek proberen te zijn. Maar je weet dat heel veel dingen al gedaan zijn. Wij zijn op een bepaald moment testen beginnen doen met het masker. En wij vonden gewoon dat het zwarte klassieke gegeven dat niet goed werkte. Want toch iets aanstaanjagend. Met gaten werkte dus ook blijkbaar niet. Ondanks het feit dat erop getekend was. Om het wat nog angstaanjagender te maken. Zijn we uitgekomen bij het middenste. Dat is iets dat dan speciaal voor ons gemaakt geweest is. Maar die wel wat problemen opgeleverd. Ja, dat was op de set was dat natuurlijk heel moeilijk. Want zowel Bert als Titus, die dat moesten spelen, die hadden ook heel wat actiescènes. Die zagen echt geen zak voor te spelen. Dus dat was heel moeilijk om die choreografieën, wat dat eigenlijk gevecht zijn, of wat dat stunt zijn, toch zijn, om dat juist in te schatten. Dat was heel vaak wel dat die dus diepte niet konden inschatten enzovoort. En soms was het ook, had plots Titus de masker op van Bert, wat dan stonk naar Bert. En zo, dat soort toestanden krijg je dan natuurlijk. En toch ook een belangrijke vraag, waarom body warmers?
Ah, omdat, ja, ik denk dat dat kwam omdat het winter is en omdat die structuur... En die textuur was heel interessant. Dat klimmen vonden we wel leuk. Om daar... Je moet goed weten dat je met een heel donkere set zit. Alles was voor die OP's niet zo plezant. Alles was heel donker. Dus we hebben echt gezorgd in textuur van de kleren. Weer al in een overleg met hen twee. Dat wacht wel altijd voor dingen gingen die goed licht pakten. En dat kun je goed zien aan de linkerfoto. Mocht dat gewoon een zwart vlak zijn, is dat een veel minder interessante silhouet. Op die manier creëer je een beetje een dingen. Dus een look, ja. Dan zijn we eigenlijk in heel dat pre-productieproces, waar we nu nog zitten, want we zitten nog niet echt in de shoot, ook al begonnen met het zoeken naar een juiste toon in klank. En dus ook de muziek hebben opgestart. Wat vaak gebeurt pas na de shoot, of wat zelfs na de montage of zo erover wordt gepraat. Maar dat hebben we dus nu vooraf gedaan, omdat het ons interessant leek om met die muziek ook aan de slag te gaan op de set. En we gaan nog niet zeggen wie het geworden is. Nee, hoe spannend. Maar er werd dus een pitch uitgestuurd. Waarom hebben we dat gedaan? Voor te zorgen dat onze cameratravels muziek konden krijgen, dat je wist tonaal aan uw acteurs. Met muziek kun je gewoon heel veel communiceren naar een ploeg toe. En we hebben dus een pitch uitgeschreven met een briefing hoe dat de muziek dan zou moeten klinken. En er zijn 4 pitches uitgekomen die we jullie ook even willen laten horen. Om dan, weet je, schat zelf in, te smaak, schat zelf op wat je zelf zou pakken. En we hebben dat onder 4 onderhandelingsscènes gezet van andere reeksen of films, om te zien wat dat gaf. Misschien even de lichten ook uit, alsjeblieft. Wacht, ik kan je dat wat groter doen? Klank staat niet open van de computer, denk ik. Ja, die is niet geworden, dat was geen klank. Kan de muziek een beetje luider van de computer, alsjeblieft? Dat was scrollen in het fragment. Zover. Componist was niet vrij. Componist 4 was niet vrij. Dus zijn we dan voor een... Nee, dat is gewaar. We gaan dan straks even over de componist verder babbelen. Maar gewoon even meegeven inderdaad. Dat we hadden ook nog een 5e componist, maar die heeft het helemaal niet gehaald. Het was echt... Allee, randje, nippertje, maar we hebben het dan toch niet gedaan. Welke is het nu geworden van de vorige? Het is componist 3 geworden, hè, jongens. 3, hè. Ja, voilà.
3. Maar ik denk, het is een beetje een slecht voorbeeld, want wat een eigenlijk de track worden we echt wel, misschien moeten we daar straks verder op gaan, ja. Dat we Martijn en Roundhouse op gekozen hebben, was eigenlijk ook echt de track die dan uiteindelijk een van de belangrijkste tracks in de reeks geworden is. Maar we gaan er straks even nog verder. Dieper op in als zij erbij komen. Ja, we zijn daarna beginnen lezen en repeteren met acteurs. Want stilistisch zaten we visueel voor de toon van de reeks wel op dezelfde golflengte nu. Maar nu moesten we dat op spelvlak ook hetzelfde krijgen. Dus hebben we eigenlijk met heel veel van de acteurs echt intensief gaan repeteren in Gent. Op theater. Dat zijn acteurs. Voilà. Waar dat ook heel veel, en dat is echt heel belangrijk, Jonas en Julie waren er ook continu bij, die ook meteen voelden. Soms, wat ik al gemerkt heb, is heel veel scenaristen houden vaak vast aan nee, die dialoog is belangrijk en ik weet waarom ik die dialoog wil hebben. Een dialoog op papier is iets helemaal anders dan een dialoog die gesproken wordt door acteurs. En dan kom je vaak in ego's terecht als ze zeggen, je mag niet aan dialoog wijzen, je mag niet aan dingen. Jonas en Julie waren erbij, die merkten ook van oké, sommige dingen werken minder goed, hoe dat ze het uitspreken. En die zaten er gewoon echt, ja, je ziet het er ook, gewoon echt bij. En die pasten direct in de tekst aan wat zij dan mee akkoord waren. Of als ze niet akkoord waren, zeiden ze, ja nee, we willen dat ook echt zo houden. En dat was iets heel belangrijk. Maar ik vind dat ook gewoon als scenaristen toe, en over het algemeen heel belangrijk, dat je gewoon weet dat iets op papier anders is dan dat je het op set doet. We hadden ook alle stunts, zoals hier, dat je hier kunt zien, allemaal vooraf ook al gerepeteerd. Alle vechtscènes, dat iedereen ook gewoon een heel duidelijk zicht had van wat het ging worden vooraf. Was er ook een soort research voor de acteurs of zo? Want ik kan me inmelden, ja, ze moeten heel specifieke taken uitvoeren, politieberoepen en zo, dat soort dingen. Wordt daar dan op voorbereid? Ook? Wel, lieven, dat is toevallig onze volgende slide. Oh, dat moet lukken. Dat zit toch goed met De cast heeft een ontmoeting gehad met de CGSU en met een aantal mensen van de recherche om echt wel specifieke vragen over hun rol te gaan stellen, want die rollen waren natuurlijk ook, die mensen bestaan in het echt. En ik denk dat het voor onze cast heel interessant geweest is om toch met die mensen aan tafel te zitten, dingen te bekijken. En een van die referenties is een stukje dat we nu gaan tonen uit de recherche, waarin je voelt dat die onderhandeling, die je vaak in Amerikaanse series of die heel, heel groot zijn, hoe dat eigenlijk in het echt op een menselijke manier gebeurt. Dat is natuurlijk... zit dat in schriftuur. Dus Jonas en Julie hebben dat echt ten harte genomen en geschreven zo. Wij hebben er vooral voor gezorgd dat in regie en in spel dat echt die toon van die interviews gewoon hetzelfde is gebleven. Ongeveer 70 euro voor die 50 balletjes. Het is niet voor winst dat ik dat koop. Als ik bijvoorbeeld zeg van ja, Dien, jij wilt dat, goed, dat blijft het dan over. Want dat is voor mij dan, voor mij. En waarom doe je dat dan? Dat is niet voor wensen, maar waarom doe je het dan? Je loopt een risico, hè? Ja, ik weet, en die risico mocht ik niet lopen, maar mijn vriendin heeft mij gezegd dat ik moest, dat moest gedaan. Ja, dan moet je mee stoppen. Maar waarom doe je dat dan? Alles heeft een reden, hè? En dat is niet beschuldigend, maar als ze mij dat aanbieden, dan ga ik zeggen, jong, weet je wel? Ja, misschien omdat ik gemoeilijk kan afblijven. Dus misschien dat ik het niet wil inzien. Misschien is het nu het moment voor ik het beseffen. Allee. Maar nee, maar... Je hebt iets te verliezen, hè? En dat is het. Ik heb 3 kinders. Ja? Ik heb een goed meisje. Ja? Ja, op de VT in de laag. De VT zeer meegemaakt. Natuurlijk kunnen ze me niet afleveren. Je begrijpt... Stel je dat hij hier op mijn stoel zit? Stel niet dat ik zeg van... Als ze zeggen van jou... Hè, als je me daarop gepakt hebt, gelijk een zot. Je van vuur op mijn werk, hè, dat is gelijk een crimineel. Dat is niet dat ik een crimineel ben. Hè. Nee, ik zeg niet dat. Het is niet dat mos als je gaat verdienen. Ja, ik zit ertussen, het is al. Mm-hmm. Ja, spijt genoeg, het is al genoeg. Dus dat is vrij autoritair, maar toch heel, heel menselijk. En in het volgende fragment die in de reeks zit, hebben we getracht om dus, ja, die stijl en toon die in de recherche dus getoond werd, die door Roland nu Willy Thomas wordt toegepast. Uw gsm heeft een halve dag afgestaan. Je hebt aan de zee gezeten om een reden die we niet mogen weten. Op een plek die we niet kunnen natrekken, want je hebt daar niks gedaan. Niemand gezien, uren aan een stuk. En ik zeg niet dat het zo gegaan is, hè, maar... Als die mannen hulp van buitenaf nodig hadden... Hè? Van iemand die de bank kent. Van iemand die een goede reden moest hebben om niet op zijn werk te zijn.
En is zo'n depressie toch gemakkelijker hè, dan, ik zeg maar, iets een gebroken been of zo? Gemakkelijk. Dat is de reden waarom ik je dat vraag. Probeer anders eens te omschrijven, zo'n depressie. Ja. Wat doet dat met u? Te zien of ik lieg of wat. Wat? Je kunt dat toch niet snappen als je dat niet zelf hebt meegemaakt. Dat is een donker beest dat in je kop woont. Dat ervoor zorgt dat je 's morgens niet meer uit je bed wilt komen. Dat je niet meer wilt aankleden. Dat je niet meer naar buiten wilt gaan. Dat je de mensen niet meer aankijkt. Dat je heel de wereld rondom je, dat gedempt is. Dat je zo moe zit van je eigen. Toch wel stil van, hè? Dat is een lachend traan, die voorstelling. Hè? En voilà, dan zijn we eigenlijk dus bij voorbereiding van de shoot hadden we breakdowns waarin dat alles wordt praktisch uitgesplitst enzovoort. Dus dat was een redelijke grote groep, zoals je ziet hier. Heel veel mensen, omdat het ook over twee ploegen gaat en dus iedereen op de hoogte moet zijn van wat er allemaal moet gebeuren. En we willen eigenlijk vooral het verschil maken in details. Wacht, ik ga je even 2 seconden ontbreken. Wat heel belangrijk was, is dat we dus, Julia, Jonas en Michiel en Hilde hebben het daarnet even aangekaart, de realiteit sloeg in. Dus er was gewoon te weinig tijd om alles te draaien. Er zijn de beslissingen genomen, maar we moesten ook op vlak van... Ik had het anders zijn. Julia en Jonas hebben de hele verhaallijn van de journalisten uit de serie gehaald. Dat had ook anders gekund. Wij hadden ook gewoon kunnen zeggen van, kijk, op een scène plak je een bepaalde tijd. Wij hadden die tijd naar beneden kunnen gaan halen. En dat hadden we bijvoorbeeld wel de verhaallijn van de journalisten kunnen draaien. Dat is iets dat ik heel belangrijk vind om te benadrukken, is dat wij daar echt heel tijd blijven. En iedereen is dus erin gevolgd. Dat we gezegd hebben, nee, wij gaan geen tijd afdoen. Want als je overal 10% afdoet, dan is het opgelost, hè. Maar die tijd hadden wij nodig. En ik denk dat die tijd, waar iedereen het al heel de dag over heeft, die zo kostbaar is, er echt wel voor gezorgd heeft dat we die kwaliteit hebben kunnen bieden. Want als je overal 10% afdoet, ja, dan draait het gewoon niet goed genoeg. En kan je dat eens concreet maken? Die tijd, waarvoor heb je dan... bedoel, als je dat inderdaad 10% minder tijd hebt, gaat het dan over niet die extra take kunnen doen? Of, waar ik denk dat dat op veel verschillende manieren werd. We hebben in die details bijvoorbeeld heel hard willen werken op figuratie. Er echt voor willen zorgen dat er heel veel figuratie continu doorzicht. En dat zijn dingen die heel veel geld kosten. Echt naar realisme zitten zoeken. Maar ja, het is inderdaad die extra take doen die ervoor zorgt dat alles juist is. We hebben... we komen straks op terug, hele lange shots zitten doen. Dat lijkt allemaal, hè, dan draait het in een keer en is het opgelost, maar dat duurt gewoon langer. Alles moet voorbereid worden, alles moet gerepeteerd worden. Dus dat was iets. En op dat moment dat wij echt met Hilde en Michiel gebabbeld en zeggen van, kijk, wij gaan geen tijd afdoen van onze draaitijd. Dus oftewel, komt er toegeving van jullie dat er meer geld gezocht wordt of whatever, weet u het veel. Of dat er in scenario iets moet opgelost worden. En dat is dan uiteindelijk... De scenario, de verhaallijn is er dan uitgegaan. En vaak is dat ook goed, die productionele rewrite, omdat je voelt dat er iets meer tot de essentie gegaan wordt. Maar inderdaad, ik sluit me wel aan dan bij het verhaal van Jonas. Dat is dan een jammer voorval. Als je dan over heel die reeks 10% had afgedaan in draaitijd, ging die reeks gewoon in zijn totaliteit gewoon minder goed geweest zijn. We hebben ook wel echt oplossingen in uitvoering gezocht. Een goed voorbeeld daarvan is in aflevering 11 en 12 is er een hervertelling met het auto-accident die gebeurt. We gaan dat tonen. En dat was geschreven volledig vanuit het standpunt van Elias en Tommy, Titus en Bert, in de auto. Hebben we beslist,
En dat was dan ook een van de goede dingen, dat we productioneel konden oplossen, voor dat volledig in een koffer te draaien. We konden dat perfect op één draaidag draaien, of een stuk van één draaidag. En dan zijn er geen vier draaidagen aan een stunt zijn aan het werken. En dat ziet er zo uit. Ik zet u af aan uw auto. Wat doen we met alles? Maar dat was het als ik dan. Ik kan dit toch geen 20 uur vasthouden? Geen beter idee. Ja, joh. Ja, wat er niks. Wacht even. Ja, dat is nog daar. Fuck, ik ga weg rijden. Bel ik terug. Stop! Stop! Less is more. Ja. En je wint er nog geld mee ook. Voilà. En dus, ik denk dat, want er net over hoe dat wij goed zijn, ik denk dat beperkingen er vaak voor zorgen dat je gewoon echt met creatieve oplossingen komt die gewoon echt tof zijn. Ja. Bruikbare tip voor de filmstudenten. Dus, voilà. Als je een scène goed koppelt, maak een stopdacteur in een koffer. Ja. Voilà. Maar sowieso altijd een goed idee. Steek een acteur in een koffer. Ja, en dat is de quote dat we willen onthouden ook. En, voilà, en dan zijn we eigenlijk na heel dat pre-productieproces, wat we toch daar hebben gestreefd om dat toch in die draaidagen te kunnen proppen, uitgekomen dus op 14 draaidagen per aflevering. Een hele intense planning met de regieassistent. En dan is de eerste draaidag er. Ja, en we hebben weer een film. Eventjes dit laten zien. Het is 6:00 AM, 17:45, Gent op. 24 oktober 2015. Oh my god. Ik heb een sleutel onder de camera op de kop. Dag Julie. Het is veel te vroeg. Dag Jonas, wat gaan we doen vandaag? We gaan filmpjes maken. De eerste draaidag. De eerste draaidag. Voilà. Die scène heeft de serie jammer genoeg niet gehaald. Nee. En dan zijn we beginnen draaien. We zijn dus begonnen met alles in de onderhandelingsbus. En ik denk, ik ben een beetje door elkaar slaan wat we al gezegd hebben. Maar dus een van de goede dingen is dat mijn ploeg is 3 weken voor Dries en ploeg beginnen met draaien. Heb ik dat al gezegd? Ja, hè? Dat had je al gezegd, maar ik denk dat je daar nog op terug wou komen. Voilà. En daar zijn we nu. En ik denk dat dat goed was. Waarom? Omdat we op... Weet je kunt over smaak discussiëren, je kunt over smaak praten. Maar ik denk dat je het nog altijd best gewoon ziet hoe dat het is. En wij hadden echt wel een basis op dat moment om te kunnen gaan zeggen, oké, hoe lopen dingen? En een basis om over te praten. En ik denk dat de reden dat wij 3 weken later, dat zij 3 weken later begonnen zijn, er gewoon ook voor gezorgd heeft dat die twee reeksen gewoon stilistisch, die twee blokken stilistisch gewoon heel goed bij elkaar aansloten. Ja, voilà. En dan is het heel die shootperiode waar we eigenlijk... Het kon zijn dat Gilles 's nachts moest draaien en ik overdag. En als Gilles stopte, dat ik begon enzovoort. Dus dat was qua communicatie moest dat wel via rushes gaan. En dat we naar dingen, materiaal van elkaar keken. Er zijn heel veel nachten gedraaid. Vooral door Gilles eigenlijk. Heel veel nachten. Aan het huis van Rolf, aan het waterzuiveringsstation. Wij hadden de meest over dingen overdag eigenlijk, als ik het zo bekijk. Dat zijn wat foto's, we zullen er even snel doorgaan. Ik moest altijd in hele kleine ruimte zitten. Voilà. Dus een van die dingen die ons inderdaad wel dicht gehouden heeft, is die in Frame.io. Programma die ervoor zorgt dat we opzet eigenlijk heel makkelijke toegang hadden tot elkaars beeldmateriaal. Dat was wel fijn.
Wat is dus ook overlapping waar we moesten rekening houden met wat een ene gedaan had en wat een andere moest gaan doen enzovoort. Is dat hier? Bij Titus misschien wel. Ja, zeg maar. Dus het grote nadeel aan Jonas Gernert en Julie Mailleux werken is dat die echt. We hebben het ook over details gehad, maar zij zijn echt een pak erger dan ons. Zij wilden ook dat de dialoog, dat je eigenlijk de dialoog van aflevering 11 bijvoorbeeld en aflevering 12, dat die perfect over elkaar kon leggen, dat dat exact dezelfde waveforms waren, dat die klank exact hetzelfde was, dus telefoongesprekken moesten kloppen. We hebben heel lang nagedacht over dat we dat gingen doen. Zelf het idee gaat op een bepaald moment om alles in decor, gewoon met twee ploegen op hetzelfde moment in twee verschillende decors, dat ze echt belden met elkaar. Voor praktische overweging en omdat die overlapping vaak maar kort waren, hebben we dat niet gedaan. Wat we wel gedaan hebben voor de volledige onderhandelingsbus. En dat is weer al iets dat geld kost. Dat kost niet misschien gigantisch veel geld, maar het kost geld en dat brengt dat allemaal op. Titus de Voogd die zat gewoon naast de studio en die belde in voor de onderhandelingsgesprekken. Daarvoor konden wij emotioneel eigenlijk al echt gaan werken op hoe dat het tegenspel ging verlopen. Ja, een tegenspel dus voor de mensen in de onderhandelingsbus. En Dries zat dan weer die toon voor op zijn set te gaan gebruiken, waardoor hij er echt voor kon zorgen dat die twee manieren van spelen, dat dat gewoon echt klopte. Want een telefoongesprek voor de regisseurs die hier zitten, ja, vaak is dat gewoon, dat moet kloppen en dat tonaal moet dat kloppen. Maar we hadden zodanig veel onderhandelingen die echt wel emotioneel heel extreem gingen, dat het nodig was om gewoon om echt die acteur op set erbij te hebben. Ik ga even zo'n overlapping. Kom jongen, zet eerst die bommen af. Verdomme, wat is dat hier nu weer? Zet die bommen af! Wat heb je gedaan? Ik heb niks gedaan, ik heb op die knop gedrukt. Dat stopt niet meer! Camera uitgeschakeld. Maak terug aan. Moet er ons af. Kom. Zit er daar? Los. Weg naar links. Oké, clear. Naar buiten. Oh. Dus ja, voilà, zoals we gezegd hebben, Titus deed tegenspel. Dit is geen filmpje, hè? Ja. Voilà. Moeten we het hebben over showrunners op de set? Ja. Misschien? Heb jij daar toevallig een slide van? Ik heb daar dus toevallig een slide van. Oh, toevallig. Dus het was zo verdeeld, ook in schriftuur vooraf, dat de oneven aflevering door Jonas waren geschreven, de even door Julie. En dus zette zich dat ook door op de set. En stond Jonas dus bij Gilles en Julie bij mij op de set. Maar eigenlijk is er al veel van over gezegd dat straks, maar ja, gewoon om daarop in te pikken, vond ik dat als maker ook interessant om... Je kunt zoveel vooraf bespreken over wat je gaat doen, maar als er iemand op de set is, gewoon die twee paar extra ogen die daar er ook voor zorgen, die ook doordrongen zijn van die reeks, die alles kennen, die alle dialogen, alle verhaalstructuren, omdat je vaak als regisseur toch wel ook nog met andere dingen bezig bent op een set. Vooral met je acteurs en organisatie en shit, ik loop over tijd en hoe moet ik dat oplossen en hoe kan ik dat... Het is eigenlijk, elke draaidag op een set is gewoon één probleemoplossing heel de tijd. Zit je gewoon heel de tijd problemen aan het oplossen. Was dat ook wel echt nodig gezien de complexiteit van het verhaal om Jonas en Julie mee op de set te hebben? Is daar normaal geen script voor aanwezig op de set? Ja, maar dat is dan iets meer, misschien meer technisch of zo. En dat gaat dan meer over akkoord. Over het moment zelf, hè. Dat is meer over het moment zelf. Als je inderdaad, de scenarist zorgt er ook gewoon voor dat hij weet waarom dat hij dat zinnetje geschreven heeft. Ja. Wij gaan dat dan rapper een keer uitzwieren of een dingen. Plus ook iets heel leuk aan showrunners. Die hadden een soort van bedankingsmodel bedacht. Door rondellen uit te delen aan de ploeg na de draaidag. En dat werd ook bij de ploeg echt wel een soort van ding van... Heb jij een rondelletje gehad van de Jonas vandaag? Ik heb geen rondelletje gehad, ik ben gewoon betaald geweest. Oké, ik heb een gigantische zak rondellen thuis. Dus. Ik heb een zak vol met geld. Ja, voilà. Maar dat ruikt hier plots heel naar brand, niet? De verluchting, denk ik. Misschien een chauffage of zo. Ja. Voilà. Maar dus voilà. Ik denk
Wacht, ik ben even helemaal in de war met de brandgeur hier. Het ging over de showrunners, de rondelletjes. Dus ja, de showrunners. Ik denk dat wat dat belangrijk voor ons was, is dat extra paar ogen, dat het detail klopte. Wat ik heel belangrijk vond, en ik word soms een beetje lastig, en ik denk, iedereen weet dat, van de ploeg weet ook, ik word een beetje lastig van het idee showrunner, omdat dat vaak heel denigrerend is ten opzichte van de regisseurs. Ik denk de manier waarop Jonas en Julie dat gedaan hebben, is dat met alle respect, en dat is echt hoe we er allemaal sterker uitgekomen zijn. De showrunner in Amerika is iemand die ervoor zorgt dat er eenheid zit in een reeks waar dat 3-4 seizoenen gedraaid worden, die vaak ook zelf draaien, die vaak alleen de casting zelf doen. Hier is echt, en dat is heel fijn geweest, alles in dialoog gebeurt. En een soort van, ja, er altijd voor zorgen dat je gewoon voor het beste gaat. Maar weer al onderdanig zijn aan die reeks, onderdanig aan ego's. En onderdanig aan het resultaat. Ja, en zoals Jonas en Julie er straks zeiden, jullie kregen wel de eindbeslissing, maar zij konden wel naar jullie komen om dingen te suggereren. Weer al dialoog, ik denk dat het belangrijkste is. Je moet praten met elkaar. Op het moment dat er één op tafel slaat en zegt het gaat zo zijn, dan komt er vaker een soort van vormdiscussie eerder dat je echt voor het beste gaat. Ja. Om af te sluiten, denk ik, hebben wij nog elk één fragment dat we willen tonen, een favoriete scène. Gilles, en jij mocht daarmee beginnen. Ik ga beginnen met jullie de lange scène. Jullie hebben al Jonas en Julien liefde voor Victoria gehoord. We hebben dat ook op een bepaald moment echt gevraagd aan hen om dat in een bepaalde scène uit te schrijven, dat we iets langere tekeningen gaan doen. Waren kleine, korte fragmentjes waarop ze toekwamen. Ik vond het ook belangrijk om dat, als je dat plein zag, om direct aan een kijker te tonen, weet hoe dat dit in elkaar zit. Het is een zodanig complexe structuur. Dus we gaan gewoon een wandeling maken met Vos, heel praktisch, en tonen, hier staat de bus, hier is de dingen. Zorg ervoor dat je een soort van lang gevoel hebt. Je hangt heel hard vast aan Vos. Je weet, dit is je hoofdpersonage. Dat heeft een volledige dag geduurd. We hebben dus echt enkel die scène die dat gedraaid. En we gaan even kijken hoe dat er op repetitie uitzag en finaal. De camera. Dat is die machine hier. Ah, oké. Excuseer, inspecteur Dogo, waar zit ik in? Die staat daar te bellen. Okay. Inspecteur Dogo? Wat weet je? Korter bij elkaar, hè. Kort. Ja, zeker. De Willy. Klusjes, man. Oh, die heb ik niet gezien. Dank je. Een blokje langs de andere kant geven. Open! Observatie, ik wil niet,
Kom je mee? Ja. Even voor observatie, ik heb 4 teams rond het plein, terug de sniper en een observant en camera op de bank. De Marnix zal coördineren. Goed? Ja. Ja, dat is goed, dat doen we later. Oké. Dank u. Langs het scherm blijven, hoe langs het scherm? Oké, precies. Oscar 1. Tot hier. Voilà. Ik heb een andere scène gekozen, eentje die zich afspeelt in de bank. Een heel intense ruziescène tussen Elias, Tommy en Serge. Dat zijn in het draaien niet de meest spannende scènes om te draaien, omdat je daar vrij veel shots nodig hebt. Je gaat dat wel zien, omdat in die ruzie iedereen zijn parleen, omdat er dan assen verwisselen, dat je dan toch nog een ander standpunt nodig hebt enzovoort. Dus dat is heel intensief om te draaien. Die ga je op zet ook zo dat? Ja, dat is het enige wat ik ook doe. En iedereen verstaat dat ook. Dus dat is heel intens om te draaien. Het is heel vermoeiend om te draaien, maar ik vind het altijd fijn om achteraf naar te kijken. Ik hou wel van dat soort high, intense drama-scènes. Voilà. En er zit ook, denk ik, als ik me niet vergis, nog visueel een scène achter waar ik eigenlijk ook heel blij mee ben. Gedacht of niet? Hey, je moet wel stiller zijn, hè, vriend. En je moet stoppen, godverdomme, met hem tegen mij op te zetten. En dat goed gehoord? Als Kees zei dat hij zijn deal krijgt, dan krijgt hij zijn deal, ja. Ik heb mijn woord gegeven. Je hebt hem... Zoals dat je mij je woord gegeven hebt om heel een boel hier af te blazen, hè? Weet je nog? Je hebt gelijk, Serge. We gaan het niet doen, Serge. Uw woord is veel waard, man. En dat je dan nog achter mijn rug, hè, mijn eigen broer erbij sleurt, hè? Erbij sleurt? Niemand heeft die broer erbij gesleurd. Dat is zijn eigen keuze geweest. Ik denk dat hij het nog altijd niet kan. Huh? Zijn eigen beslissingen nemen? Toch wel. Maar of dat dan per se de goede beslissingen zijn als hem zo gemanipuleerd wordt door een stukje pulgelijkheid. Help! Oh! En hierna? Wat hierna? Als de frikken me ondervragen, wat moet ik zeggen? Ik zie eigenlijk niet veel reden waarom ik je niet gewoon de waarheid zou zeggen. Zeker over u. Luister goed, vriend. Als jij mij erbij lapt, dan lapt er je broer ook bij. En dat goed verstaan? Het was zijn eigen beslissing om mee te doen, toch? Maar rustig, hè. Voilà, jullie favoriete scènes. Bedankt voor de uitleg. We gaan nog even naar het publiek. We hebben nog een minuutje of 10 voor een aantal vragen. Voordat we overgaan naar de muziek. Dus vraag maar raak. Handen in de lucht, zou ik zeggen. Daar heeft al iemand een vraag. Dus Jin, smijt hem met die micro. Hoppa. Daar is nog werk aan. Hallo. Oké, is dat dan nice. Ik vroeg me af in hoeverre dat de acteurs zelf wisten hoe dat het hele verhaal zou lopen. Of dat iedereen het al wist, of enkel Maaiken of zo. Ik weet niet. Bedoel, voor de shoot dan?
Voordat we zijn beginnen filmen. Ik denk het wel. Ik denk dat iedereen... Die hebben alles gelezen. Ja, ik denk dat iedereen alles gelezen heeft. En wel op de hoogte was van wie, wat en waar en wanneer. Dat dat ook soms ook wel nodig was om te gebruiken, ook in een spel. Van wat weet ik al, wat mag ik tonen, wat mag ik niet tonen. En dat je daar dan op een slimme manier mee omgaat, dan is het beter dat je toch alle bagage mee hebt dan dat je maar een aantal dingen vertelt. Ja. Oké, merci. Ja, een paar rijen ervoor, yes. Goeiedag. Welke keuzes zijn er gemaakt qua camera en materiaal, lenzen, weinig gebruik van licht en zo? Er is eigenlijk heel veel licht gebruikt, hè. Het is een vrij donkere... Ja, wat zijn we hebben op... we hebben niet anamorf gedraaid. Ik was even aan het denken. We hebben niet anamorf gedraaid. Nee. Op van die vuile koekjes zijn we gedraaid, zeker? Ja. Ja. Koeklenzen. Ja, dat is vooral de DOP's. Twee DOP's die vrij oudere lenzen waren gebruiken om een beetje structuur te hebben. Een heel toffe look en feel. Daar vertrouw je een beetje op je DOP's op dat moment. We hebben die ook gaan testen. Er zat heel weinig vervorming in. Je ziet hier dat is de test dat we gedaan hebben op de dag zelf. Vooraf bedoel ik. Nee, dat is echt vooraf. Ja, echt vooraf de tijd voor genomen van oké, welke lenzen, hoe gaan we om met scherpte, diepte, hoe zit dat met die maskers, hoeveel licht kunnen we gebruiken, omdat ook verhaal technisch, wel, we zitten in een donkere ruimte waar er eigenlijk geen daglicht mag zijn. Welk soort licht gebruik je dan, hoe zit dat met buiten, gaat het daar naar van die... Hoe heet het? Imodiumlampen. Geen grappig. Jodiumlampen. Ja, jodium. Jodium. Maar je ziet ook, we hebben echt die plek ook en die tijd ook gebruikt om alle kostuums te testen in beeld. Te zien hoe dat ons decors werkt en te zien wat er nog bij moest gestuurd worden. Ik denk dat dit ongeveer een week voor shoot is dat we dit gedaan hebben. Dat is ook op de plek waar we gedraaid hebben dan. Ja. Oké. Okay. En qua camera? Ja, sorry. Alex. Alles op pellicule, hè. Ja, dat is... Er was nog niet genoeg geld tegenaan gesmeten. Nee, die meneer daar, ja, de tweede rij. Ja, ik had een vraagje over de continuïteit. Dus er zijn een aantal jaren overgelopen. En hoe hebben jullie die opgelost, concreet, met het gebladerde van de bomen op dat plein? Ja, er staan bomen, hè. Ja, er zijn een aantal maanden over gegaan. Hè. Dus met het plein was inderdaad een aantal blokken. We hebben de grote blokkenlocaties worden op hetzelfde moment gedraaid. Wat wij wel gedaan hebben, is dus het plein nat gemaakt altijd. En heel veel bladeren gesmeed. Dus Art Department had echt een soort van camion waar heel veel zakken met bladeren in zaten. Die ze wat uitstrooiden voor toch altijd een beetje het herfstgevoel te geven. Er zitten een aantal fouten in de reeks op dat vlak tegen vegetatie, Jonas. Ik mag dat zijn. Ja. In de laatste aflevering voel je dat een aantal van de bomen toch al vrij... dingen staan, maar dan heb je ook zoiets van oké, als je op aflevering 11 en 12 daarop zit te letten, dan moet het echt zijn dat verhaal u niet boeit. Ik heb ook later in het proces nog gedraaid in de caravan van Tommy en in een soort van caravanpark, wat dat we wel echt al volledig met blaadjes aan de bomen zaten. En hebben we wel echt ons shots proberen aan te passen aan, oké, hier moeten we zien dat we toch niet te veel die richting op gaan. Omdat... We hebben ook heel die scène gedubt, omdat er vogeltjes onder zaten. Ja, klopt. Dat begon echt lente te worden, vogeltjes die buiten kwamen, dus die scène is dan bewust gedubt. Ja. Oké, nog een vraag ergens? Ja, redelijk ver van achter daar. De micro is onderweg. Oh, jongen. Ja. Wat was dat? Dat is echt zo. Dat is beter, oké. Ja, hallo. Omdat jullie zeiden dat jullie veel oog voor detail hebben en zo, zijn er ook veel fouten uiteindelijk toch nog gebeurd? Zijn er nog veel fouten te zien in de serie? Zo kleine foutjes die niet kunnen kloppen als je het overlapt op elkaar? Ik denk dat er van overlapping echt heel weinig fouten in zitten. Ik denk dat Jonas is onze... Overlappingsspecialist. Kom erbij zitten, Jonas. We zijn daar extreem neurotisch in geweest. We gaan dat straks ook... En gebruikt het woord we. We. We gaan dat straks ook nog bekijken, maar in montage, elke overlapping hebben we naast elkaar gelegd om zeker voor te zorgen dat niet alleen de juiste takes... dat ging dan bijvoorbeeld van als Titus aan het onderhandelen is en hij zegt van hier moet binnen het half uur een helikopter staan...
dan hebben wij erover gewaakt dat hij in de andere aflevering niet zegt van je moet hier binnen een half uur een helikopter komen brengen. Moest exact dezelfde take zijn. En ook qua timing, vooral in aflevering 11 en 12, er zijn een paar... Maar je ziet het zelfs niet als fouten, omdat het gaat over een lengteverschil van een aantal seconden. Maar je kunt die bijna exact naast elkaar leggen. En er zitten een paar tijdsprongen in aflevering 11. Maar daar is heel hard op gelet dat we daar niet zouden tegen zondigen. Dus ik denk dat er onvermijdelijk een paar kleine foutjes nog ingaan gebleven zijn. Maar het is nog niet dat ons te roeren is gekomen. Zo'n grote fout dat iemand zegt van oeh, daar zat het echt mis. Hopelijk zit het er ook niet in. Ja. Geen YouTube-filmpjes gemaakt, everything wrong with the dag. Nee. Nog niet. Nee. Het probleem was, het was één scène. In Game of Thrones was er zo'n scène waar er een koffiebeker op tafel stond van Starbucks. En wij hadden één scène waarbij dat er koffiebekers in beeld waren. En in de achtergrond was er zo'n draak van Game of Thrones. En die we dan nog digitaal moeten wegpainten. Dat zijn van die kleine dingen. Ja, dat kost ook geld, hè. Hebt u nog een vraag, meneer? Ja, dan mag je de micro naar daar. Kan u wat vertellen over de samenwerking met de art director of directrice? Ik weet het niet, omdat jullie zelf heel veel bepaald hebben, dat dan ook die relatie met de obsessieve controle van de showrunners. Want hoe zit die relatie dan? Waar heeft hij dan een zicht over en wanneer grijpt hij in, bijvoorbeeld? Over de art director zelf wilde zeggen? Ja. Ik denk dat wat heel belangrijk is... Die zat ook op de twee blokken. Hè? Ja, die zat op de twee blokken, dus die zat stilistisch, moest die echt mee zijn. Wij hebben gewisseld op een bepaald moment van art director, wat is een andere. Om er echt voor te zorgen dat die... Ja, je zit dan met twee smaken van twee regisseurs die moeten verbonden worden. Dan zit je met twee smaken van twee DOP's die moeten verbonden worden. Dus dat was wel een soort van een gemeenschappelijke pool die al kleiner was dan onze persoonlijke smaak. Dus die art director die moest niet... naar daar buiten gaan fietsen of zoiets. Die moest echt, en we hebben die gevonden in de vorm van Philippe Bertin, een jonge art director waar ik Cargo mee gedaan heb, die eigenlijk voor de rest nog niet zo heel veel gedaan had, maar net door zijn enthousiasme en door zijn motivatie, ja, toch dat heel goed gedaan heeft. En ik denk dat dat dan echt over smaak gaat op een bepaald moment. Weten wanneer je kunt loslaten, weten dat als je naar je set komt, dat in orde gaat zijn. Heel veel dingen op voorhand testen. Wat dat wij in België niet hebben, is dat production design gegeven. Nee, dus iemand die echt over kostuum, decor, make-up, DOP, die daarover waakt, hebben wij hier niet. Maar we zijn als regisseur dan weer veel meer mee bezig om er echt voor te zorgen dat alles klopt. We willen altijd blijven praten. Dus, alleen, we hebben dat al vaak gezegd, maar we zijn over elke beslissing, en als het dan gaat over regie, maar misschien in het algemeen, over alles van die reeks met ons vier. Ja, Jonas, jullie er ook bij. Als het gaat over casting, ook met Michiel erbij. Dus altijd wel elke beslissing. Het was geen dictatuur, dus elke beslissing werd wel afgetoetst. En als er dan toch een bepaalde oneenigheid was, dan werd er wel gestemd of zo. Of werd er wel iemand die dan doorslaggevend zei van oké, maar ik wil eigenlijk toch echt wel dit of zo. En daar werd dan ook naar geluisterd. Dus dat is nooit echt zo... Er zijn nooit kampen ontstaan of zo. Dat is wel echt uniek aan de samenwerking, denk ik. Kijk, ik denk dat we de Q&A hier moeten beëindigen.